Tja, voor wie zou ik thuis blijven? Als journalist van Defensie ging Jules Platenburg 3 keer op uitzending. Zijn laatste missie omvatte 6 maanden en ging naar Uruzgan, Afghanistan. This is your song. Yeah. Je doet het voor die vent die naast je zit. Niet voor het geld, niet voor de politiek. Kandahar, Afghanistan, 4 september 2006. Frank van der Looy en Joost Engel komen onder vuur te liggen. Het grint op de basis spat alle kanten op. Of het kantje boord was? Moeilijk in te schatten. We dachten dit gaat fout. Maar uiteindelijk zijn er geen gewonden gevallen. Wonderlijk. Een man is iemand die gaat. Bam, bam, bam. Sergeant Robert Lichtenveld ziet eruit als een gewone Hollandse jongen, maar groeide op in een diplomatengezin in onder meer Ghana, Egypte en Duitsland. Na de scheiding van zijn ouders gaat zijn vader in Denemarken wonen. Robert vertrekt met zijn moeder naar Nederland. Iemand moest de man zijn in huis. Dat was logisch voor mij. Ik dacht, als papa Annie is, dan doe ik het wel. Half the world's belly is empty. How can that be when I've got all I need? Well, you know, everybody wants to be a hero. But no one can stand to watch a grown man cry. No. Pretending not to see, 'cause it's so cold. Majid was een soort punt van beschaving in de grote diepe ellende. Mark Brinkman was in 2003 en 2004 op uitzending in Irak. Als compagniecommandant was hij verantwoordelijk voor het gebied rondom Al-Qidr. Hij werkte er samen met Majid, de voorzitter van de City Council. In eerste instantie wilden we samen iets voor elkaar boksen. Maar het is verworden tot veel meer. We werden vrienden, omdat we elkaar als mens respecteerden. And
Ik zou zo graag zelf een mooie ballad schrijven. Zingen is de rode draad in het leven van de 21-jarige sergeant Davy van der Sluis. Op de middelbare school zingt Davy in de schoolband. Tegenwoordig treedt hij op tijdens feesten. En begin 2013 deed hij mee aan het SBS-programma Bloed, Zweet en Tranen. Als jongetje van 6 werd hij opgenomen in een pleeggezin, omdat zijn moeder en vader niet in staat waren voor hem te zorgen. Als jonge vent heb ik veel tegenslag gehad. En toch? Ik had het niet willen missen. Het heeft me gevormd tot wie ik ben. Ik ging als een vrij man naar huis. Juli 1995. Gewondenverzorger Johan de Jonge is 21 jaar als hij door de Serviërs gevangen wordt genomen tijdens de val van de enclave Srebrenica. Ik dacht toen echt dat het einde verhaal zou zijn. Ik heb een afscheidsbrief geschreven aan mijn ouders. Ik heb hem nog, hier, ongeopend. Ik heb geen idee meer wat erin staat. Laat me lekker dicht zitten. Ik ben er nog. Irritation and denial. Always went away. Now he's turning back, back again. This is why he let his heart speak. Left his baggage, it set him free. Facing all his fears, turning them into new dreams. Eyes open wide. Carrying his letter with goodbye.
Oké. Dank u wel. En er is één persoon geweest die heeft dit allemaal in elkaar gedraaid, inclusief videoclips. Bandmanager geweest voor al deze muzikanten. Zonder haar zijn het allemaal losgeslagen projectielen. En probeer die maar een jaar lang bij elkaar te houden. Gaat je niet lukken. Er is er één die dat kan. Die dit hele Your Song project heeft gedragen. Ze zegt de hele tijd het nieuwe woord, hè? Nieuw woord, co-creatie. Ik denk, wij vonden het geweldig dat we dit konden doen voor de militairen. En wij vonden het geweldig dat wij hier mochten staan. Maar ik wil een daverend applaus voor eigenlijk maar één persoon die dit heeft gecreëerd. Amy van Zon! Dit is niet gerepeteerd ook. Ik wens jullie een hele mooie avond nog. We kunnen nog gezellig wat drinken en wat eten. En met elkaar kletsen natuurlijk en verhalen delen. Veel plezier nog.